We hebben kaas van onze eigen koeien die we verkopen. Onze koeien liggen op een bed van houtsnippers. Die snippers composteren in de stal. En ja, na kerst komen er heel veel kerstbomen vrij. En dat is prima materiaal om je houtsnippers van te maken. Voor mijn koeien om op te liggen. Ik denk dat het mijn neef is die heeft al gezegd dat hij hem kon brengen. Heb je zo'n rare familie? Nou, prettig gestoord, laat ik zo maar zeggen. Kijk, Ivo, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij een enorme boom op je dak liggen? Ja, ik kon hem niet groter vinden dit jaar. De houtsnippers vormen een hele mooie compost, vrijloopcompost, die ik op mijn eigen land uitrij. Daar krijg je meer bodemleven van. Pieter wil met zijn melkveebedrijf een voorbeeldfunctie hebben over hoe je duurzaam kunt boeren. Nou ja, kerstversieren composteert niet in de stal. En ja, ik vind dat niet echt, zeg maar, wat toevoegen voor bodemleven en alles. Dus daar heb ik liever toch wel even uit. Want dit verteert natuurlijk in geen 100 jaar. Nee. En nadat alle plastic frutsels eruit zijn, worden de bomen versnipperd. Waarna ze op deze duurzame boerderij op een natuurlijke wijze verwerkt worden. Ik produceer een hele andere vorm van mest hier. En die is beter voor het bodemleven. Veel organische stof. Het is belangrijk dat we de mineralen die we op het bedrijf hebben niet verliezen. Dat ze niet wegspoelen door regen of dergelijke, of vervluchtiging. En met deze vrijloopcompost kan ik dat goed realiseren. In deze vrijloopcompost wordt de stikstof uit de mest van de koeien gebonden aan de koolstof die in het hout zit. Als je dat uitrijdt op het land, dan spoelt het niet uit door regen. Als je drijfmest hebt, dan komt 50% van de stikstof het eerste jaar vrij. Van deze mest komt maar 10% vrij. Dat is aan de ene kant jammer, dan heb ik dat jaar wat minder grasgroei, maar het risico dat het wegspoelt is ook veel kleiner. Je krijgt meer pieren in de grond omdat je de organische stof toevoegt. Meer pieren in de grond betekent meer zuurstof in de grond. En daardoor krijg je ook, kan de bodem beter het water afvoeren en een betere waterhuishouding hebben. Je krijgt ook een gezonder gewas als je een gezondere bodem hebt. En het voer wat daar groeit is weer de basis voor mijn koeien. Als die weer gezonder voer krijgen, kunnen ze ook weer langer en beter meegaan. Mijn koeien kunnen hier hebben heel veel ruimte, kunnen heel makkelijk hun eigen natuurlijke gedrag vertonen in deze stal. En het valt op dat de koeien erg relaxed zijn in de stal. Ze liggen veel en zijn weinig stressvol. En je ziet hier in de stal geen koeien meer met dikke hakken of kale hakken. Dat gebeurt eigenlijk niet meer. In het verleden maakten we voetenbaden tegen klauwinfecties die je bij koeien kunt hebben. Die gebruiken we hier niet meer. Gewoon omdat die bodem een ander milieu heeft. En ik heb ook het idee dat die houtsnippers als een soort scrub werken, zeg maar. En daardoor de klauwen mooi schoon worden. En eigenlijk dus dat een deel van de verklaring is. Dat de klauwgezondheid beter is in onze stal. Ik denk dat de koeien toch zeker een jaar ouder kunnen worden als op een gemiddeld bedrijf. En er zijn al wel onderzoeken geweest waarin blijkt dat in de vrijloopstal de koeien wel 2 jaar ouder worden dan in een traditionele stalconcept. Normaal worden de bomen verbrand, maar dat is volgens Pieter zonde. Een kerstboom zit best wel veel groen in en dat zijn snelle koolhydraten die makkelijk veel broei geven. En dat is een beetje gas geven in mijn composteringsproces. Dan kan ik makkelijker meer energie in mijn bodem krijgen, zodat ik meer warmte ontwikkel. En dit is niet een bodem die de mest absorbeert, het vocht, maar juist door het warmteproces verdampt het vocht van de mest en hou je een droge bodem. En daar zijn de kerstbomen in deze tijd van het jaar eigenlijk wel een mooie aanvulling op. Even snelle koolhydraten die makkelijk even wat warmte in de pot geven. De bodem is 60, 70 centimeter dik waar de koeien op liggen. We zuigen de zuurstof doorheen. Die zuurstof zorgt dat het composteringsproces aan de gang blijft. En de betonvloer onder de houtsnippers die is nu rond de 40 graden. Daar hebben we een vloerverwarmingbuis doorheen gemaakt. Daar pompen we water doorheen en het water gaat vervolgens door een vloerverwarming in de woning en in de ontvangstruimte waar mensen onze kaas kunnen proeven vandaag. En, ja, zo proberen we duurzaam bezig te zijn. Hebben we hier een bedrijf gerealiseerd zonder gasaansluiting en zijn we wat warmte betreft zelfvoorzienend. En het lijkt erop dat veel mensen gehoor willen geven aan deze oproep voor duurzaamheid. Ik had er al een 50, 60 die afgelopen week al zijn gebracht. Het rijdt af en aan met aanhangertjes, heb ik gezien. En dan komen ze met 2 of 3 bomen. Dan hebben ze in de hele straat de bomen bij elkaar verzameld. En ik vind het mooi dat we op deze manier met onze omgeving een stukje duurzamer bezig kunnen zijn met ons bedrijf.